Peter, de wedstrijd tegen Feyenoord zit nog een klein beetje in de benen. AZ staat voor de deur en daarna ADO Den Haag alweer. Een beetje een Engelse week. Wat vind je ervan? Ja, prima. Toekomst hopen we natuurlijk vaak in Europa lang mee te doen. Dan ga je ook dit soort weken spelen, dus dat is alleen maar leuk. Ik denk wel goed voor in het ritme te blijven. Wel vermoeiend, omdat je speelt eigenlijk 4 wedstrijden kort achter elkaar. 3 in 1 week en we hebben op zaterdag gespeeld. Maar neem niet weg dat je daar wel beter van wordt en sneller door je wedstrijden heen gaat. Ja, hoe is jouw ploeg uit de wedstrijd in Rotterdam gekomen? Ja, ook goed. Daar hebben we natuurlijk toch weer het nodige zelfvertrouwen ook op gedaan. Omdat we daar gewoon erg goed gespeeld hebben. Ja, we hebben toch wel een goed gevoel overgehouden. Omdat we toch wel gedicteerd hebben. Alleen, we hebben niet echt hele goede kansen gehad. We hebben wel kansjes gehad om te kunnen scoren. Maar niet echt levensgrote kansen gehad dat we echt hadden moeten scoren. En daar hebben we hard voor getraind weer de laatste afgelopen 3 dagen. En daar gaan we proberen tegen AZ wel gebruik van te maken. Ja, wat heb jij de jongens over AZ verteld? Nou, dat ik onder de indruk ben gekomen van hun wedstrijd tegen Groningen. Waar ze, vond ik, een geweldige eerste helft speelden. En vol de druk erop. Goed voetballend, hoog tempo. Enorm veel strijd. Het was gewoon geweldig om naar te kijken. Genoten. Ja, dat is dan een thuiswedstrijd van AZ. Is het dat zij in uitwedstrijden anders spelen? Nou, of dat kwam omdat ze met 1-0 achter stonden tegen PSV, weet ik niet. Maar ze hebben uit bij PSV hebben ze ook heel dominant en een goede wedstrijd gespeeld. Die verliezen ze weliswaar, maar de grote kansen die waren voor AZ. Dus ze doen het op dit moment goed. Het is wel een goed team, maar dat zegt niks. Ene week spelen ze goed, andere week spelen ze minder. Het is een wisselvallig team, maar we moeten wel aan de bak, want ze kunnen wel aardig voetballen. Ja, het is ook een verschil misschien AZ uit en AZ thuis? Ook, maar daar moeten wij niet naar kijken. We moeten naar onze wedstrijden kijken en waar we spelen is ook niet belangrijk. Wij moeten die wedstrijd spelen en 3 punten pakken om aansluiting te houden bij de top. En dat is onze doelstelling en onze focus. Ja,